Hi, welkom. Vandaag ga ik weer eens een zaak bespreken, een vermissingszaak. En eigenlijk wel een onopgeloste vermissingszaak, als je het mij vraagt. Op internet staat best wel veel over deze zaak dat die opgelost zou zijn. Want ja, deze vrouw, desbetreffende vrouw, is gevonden. Maar naar mijn mening zijn er best wel wat dingen en vragen onbeantwoord over deze zaak. Vandaar dat het eigenlijk, vind ik, denk ik, een onopgeloste zaak is. Het is de zaak van Esther Lucille Westenbagge. En deze vrouw is op een gegeven moment op een avond na het stappen ineens spoorloos verdwenen. En is 11 jaar lang niet gevonden. En vrij recentelijk, in juni van 2020, is zij dus weer teruggevonden. Laten we in ieder geval snel gaan beginnen met haar verhaal. Esther Lucille Westenbagge was een 51-jarige vrouw uit Ohio en ze kwam uit een behoorlijk groot gezin. Ze had namelijk 4 zussen en 5 broers. En besef even, dan zit je met 12 mensen in een gezin, inclusief ouders dan natuurlijk. En volgens Esther's dochter, zij herinnert haar moeder echt als een hele prettige vrouw. Ze was fijn, het was een lieve moeder, ze was altijd vrolijk, ze was positief ingesteld, hardwerkend. En een van de leukere herinneringen die de dochter van Esther aan haar moeder heeft, was ook dat ze met Halloween er altijd echt een groot feest van maakte. En omdat haar moeder dus zo creatief was, maakte ze ook echt haar eigen kostuums voor haar eigen kinderen. Esther had dus het grootste gedeelte van haar leven in Ohio gewoond, maar vond op een gegeven moment dat het wel tijd was om naar Kokomo in Indiana te verhuizen. Het was in principe een prima moment voor Esther om dit te doen, want ze had daarvoor al 17 jaar bij Vinday Industries gewerkt en daarna nog eens zo'n 10 jaar bij Chrysler Jeep. Uiteindelijk werd ze aan het eind van die 10 jaar dat ze bij Chrysler werkte, werd ze uitgekocht. En dat was voor haar het perfecte moment om naar Kokomo te verhuizen. Ze moest namelijk voor een bepaalde tijd vakantie opnemen. Esther had eigenlijk al die tijd al stiekem als droom gehad om ergens een diner te beginnen. En misschien zou dit dan dus wel het perfecte moment zijn om een diner te starten. Ondanks het feit dat Esther naar Kokomo verhuisde om dichter bij familie te zijn, bij haar broers en zussen en haar moeder, vond haar familie dit niet helemaal top. Zij hadden namelijk best wel een stroeve relatie met Esther. En zij hadden voornamelijk het idee dat zij alleen maar een soort van voor de show naar Kokomo kwam verhuizen. Nou weet ik niet precies hoezo je voor de show naar Kokomo kan verhuizen. Maar dat is in ieder geval wat de dochter van Esther dacht. Op 12 november 2009, toen woonde Esther inmiddels al ongeveer een maandje in Kokomo. En ze besloot om met wat vrienden op stap te gaan. Hier moet ik overigens wel een side note bij zetten. Want er zijn op heel veel bronnen is er te zien of is er te lezen dat er sprake zou zijn van dat Esther met een groep vrienden naar een kroegentocht was gaan doen. Maar de eigen dochter van Esther, die zegt dat haar moeder een date had. Een soort van, ja, gewoon een samen zijn. Iets had afgesproken, een afspraakje, ik weet niet hoe je het moet noemen. Met de maintenance man Mike. En die maintenance man Mike, die kende Esther namelijk van het trailerpark waar hij werkte. En waar Esther dus woonde. Een maintenance man is een soort klusjesman, als ik het goed zeg. En zij zouden dus volgens de dochter van Esther samen op date zijn gegaan. Eerst gingen ze naar de Hoosier Bar en daarna kwamen ze aan bij de Miller's Tavern. Eenmaal in de Miller's Tavern komen Mike en Esther neefje Myrl tegen en nichtje Christy. En neefje Myrl die zou naar verluid blijkbaar ook bij Esther hebben gewoond. Ik weet niet precies hoe dat helemaal zit, maar dat kom ik links en rechts ergens tegen. En Myrl was blijkbaar iemand die al meerdere keren in aanraking gekomen was met politie en justitie. Nou, op een gegeven moment waren zij dus met z'n allen in die bar en kwam Mike een ex-vriendin of een vriendin van hem tegen. Uiteindelijk besloten zij samen weg te gaan en Esther bleef dus alleen achter in die Miller's Tavern, waar inmiddels nog steeds die Myrl waren en die Christy. Op een gegeven moment was het een uurtje of 1:30 in de nacht, besloot Esther dat het wel prima was geweest. Ze wilde gewoon lekker naar huis toe en besloot ze dus iets verder terug te lopen naar de Hoosier Bar waar zij eerder haar auto had geparkeerd. Wat overigens wel belangrijk is om te noemen is dat Esther een gouden Cadillac CTS uit 2005 had. Met een custom een nummerplaat waar MS Esther op stond. Belangrijk om te weten want anders dan snap je het verhaal straks misschien niet meer. Maar goed, dat moment dat Esther dus uit die Miller's Tavern liep, de deur achter zich dicht trok en richting haar auto liep, dat is het moment geweest dat Esther voor het laatst gezien is. Zowel als Esther
en de auto zijn namelijk vanaf dat moment 11 jaar vermist geraakt. Gebleven? Geraakt? Ze zijn in ieder geval voor lange tijd vermist geweest. In de tijd na Esther's verdwijning wordt haar caravan nog eens doorzocht. En ook worden er 3 mensen verhoord. De zoon van Esther, de dochter van Esther en haar ex-man. Dus dat is de vader van haar kinderen. En wat Esther's dochter zelf hierover zegt, is dat ze het behoorlijk vreemd vindt dat alleen zij 3 zijn verhoord. Niet Mike, die man waar ze mee op date was. Ook niet neefje Merle en nichtje Christy, die haar dus voor het laatst gezien hebben. En dat vindt haar dochter, naar eigen zeggen, best wel vreemd. En dat snap ik ook wel. Overigens wordt er een week na de verdwijning van Esther een handtas van haar binnengebracht door neefje Merle. En Merle, zoals ik al eerder zei, die woonde bij Esther of die kwam er vaak of zoiets dergelijks. En die zei dat hij haar handtas had gevonden in haar caravan. Wat ik dus raar vind is, waarom zou Esther zonder handtas weg zijn gegaan? Was ze dan misschien toch nog een keertje thuis geweest alvorens ze nog een keer met de auto wegging? Hoor je trouwens al die kinderen op de achtergrond? Ik hoop het niet. Want ze zijn hier, ik woon achter een school. En ze zijn hier altijd zo hard aan het schreeuwen. Het is denk ik speelkwartier of zo. En volgens haar dochter had haar moeder eigenlijk altijd haar handtas bij. Dus het zou raar zijn als ze die nu ineens niet bij had. Maar goed. Bijna 11 jaar later, op 17 juni 2020, komt er ineens een telefoontje binnen bij het lokale politiestation. Er was namelijk iemand gaan vissen in de buurt van een meertje, wat ook weer in de buurt was van Esther's huis, waar ze dus al die tijd zou hebben gewoond, of waar ze al die tijd had gewoond, want daar had ze gewoon gewoond. En die man die zei dat hij in het water had gekeken en dat hij een auto dacht te zien onder het wateroppervlak. De politie ging er natuurlijk gelijk op af met een aantal duikers van het Howard County Sheriff's Office. En inderdaad, ze trokken een met algen begroeide Cadillac CTS uit 2005 uit het water. Ze keken ernaar, ze probeerden de algen er iets af te halen. Dat lukte niet zo goed. En toen keken ze naar de nummerplaat en tot hun grote schrik zagen ze de nummerplaat MS Esther. En dat was dus de bekende nummerplaat, de custom nummerplaat die Esther al die tijd op haar auto had gehad. Ook verklaarde de politie dat er een persoon nog steeds in de auto zat. En ja, je zou denken 1 en 1 is 2, dat is natuurlijk Esther, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. Dus iets later, ik geloof 2 dagen later, op 19 juni 2020, werd er een autopsie uitgevoerd door een forensisch patholoog in samenwerking met een forensisch odontoloog. En een odontoloog, dat is, als ik het goed zeg, iemand die aan een gebit kan zien, en dat kunnen ze terugtraceren naar een medisch dossier, hoe tanden eruit zien, hoe kiezen eruit zien, of er juist wel of geen bepaalde tanden aanwezig zijn in het gebit. En dat gebruiken ze ook redelijk vaak om mensen te identificeren. En in dit geval lukte dat ook, want ze konden met vrijwel zekerheid zeggen dat het inderdaad Esther Lucille Westenbarger was die in die auto was gevonden. De politie denkt met vrijwel zekerheid te kunnen zeggen dat er geen foul play, ook wel geweld, is gebruikt in de hele verdwijning en vermissing van Esther Lucille Westenbarger. Maar haar dochter, die denkt hier helaas anders over. Zij denkt namelijk dat iemand haar moeder iets heeft aangedaan en vervolgens de auto misschien wel in het meer heeft geduwd of hoe dan ook, om de sporen zorgvuldig te laten verdwijnen. Ja, het is hoe dan ook gewoon verschrikkelijk dat er zoiets gebeurt. En ja, ik ben eigenlijk ook alweer benieuwd hoe deze zaak zich verder gaat ontwikkelen. Want krijgen we ooit antwoorden? Ik bedoel, die mevrouw heeft daar 11 jaar gezeten. Ik wil niet heel vervelend doen, maar hoe ver is een lichaam ook ontbonden? Oh my god. Nou ja, goed. Sporen zullen wel niet echt meer te vinden zijn, denk ik. Ik weet niet precies hoe dat zit met hoe lang sporen traceerbaar zijn. Maar goed, ze heeft natuurlijk ook weer in het water gelegen. Helemaal begroeid met algen en dat soort nare dingen. Maar goed, ik hoop eigenlijk wel dat we nog iets meer antwoorden hierover krijgen. Maar goed, de tijd zal het leren. Want dit is natuurlijk vrij recent dat Esther is gevonden. Dus ik denk dat er misschien nog wel het een en ander naar boven zal komen over deze zaak. Zeker omdat de dochter ook denkt dat het niet helemaal een ongeluk is geweest. Want ja, het zou natuurlijk altijd gewoon zo kunnen zijn dat Esther door de paar drankjes die ze op had die avond misschien de verkeerde afslag heeft genomen. Misschien toch per ongeluk gewoon het water in is gereden.
Je weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat ik je weer wat heb kunnen leren. Als je meer van dit soort video's wilt zien. Meer vermissingszaken. Dark tourist doe ik ook nog wel eens. Sectes enzovoorts enzovoorts. Vergeet dan zeker niet om te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!